Hi tweeling, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 39. En dat is van maandag 23 september tot en met zondag 29 september. En zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de tweeling gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof je in beweging bent. Maar dat je soms niet helemaal achter je eigen beslissing staat. Ik heb het gevoel dat je dus wel in de actie komt, maar het kan zijn dat je het idee hebt dat je ergens wat tegengewerkt gaat worden. En dat geeft je dan weer het gevoel dat je niet zo goed uit je woorden kan komen. Maar er zijn eigenlijk allerlei ideeën wat binnenin jou stroomt, maar je durft niet meer zo goed jezelf te uiten, omdat je denkt dat de ander eigenlijk niet naar je luistert. Of dat je denkt dat het geen zin heeft om iets te zeggen dat je daar niet verder mee gaat komen. En toch heb ik het gevoel dat je zelf daar heel bewust wel mee doorgaat, maar dat je dit vooral het stuk bij jezelf houdt. Hè? Dus je zit in de actie, maar je wilt het eigenlijk niet delen met andere mensen, omdat je het gevoel hebt dat je daar een beetje tegen de muur aan loopt. Maar zelf ben je wel in beweging en zelf blijf je ook in beweging om dat na te streven wat je graag wil. Dus ook hier geldt, je bent in beweging, je bent in actie, alleen je houdt het wat voor jezelf, maar je wil absoluut je doelen gaan bereiken. Het was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.